Starre blikken bij de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en zijn collega's Wolfsen en Van der Laan van Utrecht en Amsterdam bij het aanhoren van de troonrede. Van Aartsen is er niet bij, hij is in de ridderzaal. Ondanks de geringe afstand lukt het hem niet om op tijd terug te zijn in het museum om met zijn ambtgenoten naar de koningin in de Gouden Koets te zwaaien, die teruggaat naar Paleis Noordeinde. Het is voorbij al, hè? Ja, het is net voorbij. Ik heb het afgelegd tegen de Gouden Koets. Er was een deur dicht, ik heb me rot gerend in de stad, maar de koningin heeft gewonnen, dat is wel zo passend. De sombere toon van de troonrede is ook de G4-burgemeesters niet ontgaan. Van Aartsen en zijn collega's maken zich vooral zorgen over de geringe aandacht voor de stedelijke economie. U weet dat we hier in de Zuidvleugel hard bezig zijn samen met Rotterdam. Allemaal vanwege banen, 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 werk, werk, werk om de krachten te bundelen. Nou, daar hoor ik geen enkele steun van de zijde van het kabinet. En daar ben ik wel, laat ik zeggen, teleurgesteld. Maar wij gaan gewoon door. De plannen van het kabinet met betrekking tot veiligheid, zoals de vorming van de nationale politie, maken weinig indruk op Van Aartsen. De minister moet wel, dat weet hij ook wel, heel goed weten dat hier in de steden en vooral in de Randstad het werk moet worden gedaan. De organisatie van de politie doet er eigenlijk niet zoveel toe, maar het gaat erom wat burgemeesters en openbaar ministerie in gezamenlijkheid met de politie in de komende jaren kunnen doen.